Hallo en welkom bij de Romeinen, de bakermat van de westerse beschaving. Wow. Met vanavond een heel bijzondere gast. Hij is eigenlijk al 20 eeuwen dood, maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Hier is de one and only Julius Caesar. Wow. Check it out. Hey Julius, mag ik jullie eens zeggen? Tuurlijk, Dorien. Fijn dat je er bent. Zeg, Dorien, we hebben vorige week naar jou gekeken, oh, met z'n allen. Ja. En hij vindt je geweldig. Oh, leuk. Wie is dat? Wie is hij? Hij. Julius Caesar. Dan ben je toch zelf? Ja, hij. Ja, dat dekt de lading een beetje beter. Dat is waar. Caesar spreekt soms over zichzelf in de derde persoon. Dus dan zeg je hij in plaats van ik. Typisch hij. Ja. Heerlijk, die Romeinse humor. Julius, jij was een briljant generaal, een geslepen politicus, redenaar, schrijver. Jazeker, did it all. Geweldig, gaan we nu naar kijken. Applaus! Mannen, we hebben een probleem. De Senaat heeft mij bevolen om alleen en zonder legers naar Rome te komen. En daar word ik dan natuurlijk geheid onder het mom van een laffe smoes gearresteerd. De andere mogelijkheid is dat ik met jullie en de legers naar Rome optrek en dan wordt het geheid burgeroorlog. Dus, zeg het maar, wat moet Caesar doen? Neem ons mee en grijp de macht. Verdrijf de Senato Caesar. Steek die Rubicon over en word dictator. Ja, ik weet niet. Ik zou er nog een nachtje over slapen, denk ik. Goed. Ik lap de Senaat aan mijn laars. En ik steek met jullie de Rubicon over. Bravo! En ik word dictator. Bravo! En ik wil rode schoenen. Bravo! Juist. Hè? Rode schoenen? Rode schoenen? Dat is als in de koningstijd, hè? Alleen de koning mocht rode schoenen dragen. En dat is een teken dat hij dictator wil worden. Ah, oké. Bravo! Ja, oké, mannen. Zo doen we het. We steken gezamenlijk de Rubicon over. En dit wordt een historisch moment. Een keerpunt. Maar in de geschiedenis. Caesar, moet je daar dan niet iets moois bij zeggen? Een soort jel. Een jel? Wat voor jel? Nou ja, iets van, daar gaan we dan. Maar dan beter. Wacht eens even. Wat denken jullie van ratatatatata aanvallen? Nee, dat is veel te ordinair. Ja, dat is waar. Wat vinden jullie van vooruit met de geit? Nee, met de geit? Maar waarom nou een geit? Ik zie nergens een geit. Hou geit. Nee. How about this one? Let's kick some ass. Nee, dat is Engels. Dat past niet. U kunt het best iets in het Latijn zeggen. Iets wat de mensen kunnen onthouden. Dat ze zeggen van, dat was al echt het keerpunt in de geschiedenis. Juist, ja. Dan heb ik iets geweldigs. Wat vinden jullie van dit? Alea jacta est. Ja. Maar wat betekent dat? De teerling is geworpen. Oké. Wat is een teerling? Ja, dat is een teerling. Wat? Weten jullie nou helemaal niks? Nee. Een teerling is een dobbelsteen. Dus dat betekent, dat zeg je eigenlijk, de dobbelsteen is geworpen. Oké, in de geest van het spel is begonnen. Ja, precies, ja. Ja. En dat wordt een van de briljantste zinnen uit de geschiedenis. Let op mijn woorden. Ja, nou, dat vond ik toch zelf persoonlijk, als je het mij zou vragen, vond ik zelf dat dit aanvallen toch beter. Kappen dicht! Zo doen we het! We steken de Rubicon over. Alea jacta! Est. 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 Alea jacta! Heerlijk. En toen? Nou ja, burgeroorlog met Pompeius, maar ik won. En toen was je dictator. Is dat leuk werk, dictator? Dorien, dat is fantastisch. Alsof je elke dag jarig bent. Oh. Iedereen moet doen wat je zegt. En vrouwen? Had je veel vriendinnen? Tuurlijk, ontiegelijk veel, Dorien. De een na de ander. Maar ook mannen, hoor, deden we helemaal niet moeilijk over. Echt waar? YOLO, you only live once. Oh, YOLO.
Maar er was één vrouw, Doreen. En die maakte me gek. Gek! Als ik aan dat denk, dan word ik gek. Ik word gek. Oké. Nou, daar gaan we even naar kijken. We gaan naar Egypte. Applaus! Ik word zo doodmoe van die Egyptenarenlakei. Ze blijven zich maar verzetten en dan die eeuwige strijd tussen Cleopatra en haar broer Ptolemeus. En het is hier zo verschrikkelijk heet. Ik wou dat ik thuis was in Rome. Oh, Rome. Oh, Rome. Hoogheid, er is een cadeau voor u. Cadeau? Wat? Voor mij? Voor wie? Van Cleopatra. Cleopatra uit Egypte. Ah, ze wil natuurlijk dat ik de steun tegen haar broer Ptolemeus. Wat is het? Nou, het ziet eruit als een tapijt. Ik heb toch al een tapijt? Wat moet ik met nog een tapijt? Hey, er zit een briefje bij. Rol het tapijt uit, staat er. Ja? Bent u het echt? Bent ja. u Cleopatra? Ja, hoogheid. Ik ben het zelf. Ik wilde u zien. Oh, eindelijk staan we oog in oog. Oh, Cleopatra! Julius! Maar u bent de mooiste vrouw uit de geschiedenis. En u bent de beroemdste dictator aller tijden. Ja, maar nu even niet. Ik, Cleopatra, ik wil zo genieten van jouw Egyptische charme en verleidingskunst. Oh, en ik wil genieten van jouw moed en je intellect en je bijtende stok. Cleopatra, drink wijn. Wijn? Wijn. Wijn? Wijn. Wijn? En wat bracht je hierheen? Ik heb mezelf in een tapijt gerold. Toen heb ik me laten verslepen, laten verschepen. En toen heb ik me als een pakketje laten binnensmokkelen. En nu ben ik hier. Welkom, vrouw der vrouwen. En waarom was je ook weer precies hier? Ik moest je zien. Ik wilde met jou dansen, ik wilde met je drinken, ik wilde met jou lachen. Maar ik wilde ook dat jij mij koningin van Egypte maakt, ja? En niet Ptolemeus. Je bedoelt je broer Ptolemeus, mijn toch? Broer Ptolemeus, ja. Met wie ik ook ben getrouwd. Wat? Ben je getrouwd met je broer Ptolemeus? Maar hoe kan dat nou? Dat is bij ons heel gewoon. Over een tijdje dan trouw ik met mijn andere broer. Oh, mijn hart behoort alleen aan jou. Oh, Cleopatra. Is er iets dat ik voor je kan doen? Een standbeeld oprichten, een werelddeel naar keuze veroveren. Iemand kruisigen, vierendelen spiezen, voor de leeuwen gooien, verdrinken. Zou jij mijn broer, echtgenoot, tegenstander, willen verdrinken in de Nijl, please? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Doe je het? Tuurlijk. Nou, kijk. Zoek Ptolemeus. Gooi hem in de Nijl. Zorg dat hij niet meer boven komt. Oh. En laten we dan nu één worden. Laten we genieten van elkaars lichaam. Laten we wijn drinken uit elkaars navel. Nog één klein dingetje. Wil je mij alsjeblieft een babytje geven? Een klein kindje. Een kindje van jou en mij. Ja? Een kind van de twee beroemdste mensen uit de wereldgeschiedenis. En dat kleine jongetje, dat noemen wij dan Caesarion. Wat zeg je ervan? Ik zeg ja. Ja? Ik geef je dat kind nu. Ja, nu? Nu. Nu? Oh, Cleo. Cleo. Oh, Julius Caesar, geef me een zoon!